En de ministers Gilmour Hoefdraad van Financiën en Antoine Elias van Volksgezondheid hebben onlangs een bezoek gebracht aan Rusland. Het doel van het bezoek was het voeren van besprekingen over het aanschaffen van medisch apparatuur, als ook het bespreken van financieringsopties. In het programma was ook opgenomen het bezichtigen van een fabriek van het bedrijf Gifabe in Ekaterinburg. Met het ministerie van Gezondheid werd gesproken over studiemogelijkheden voor Surinamers op het gebied van medicijnen. De twee ministers hebben ook een ontmoeting gehad met Surinaamse studenten die in Rusland studeren. De bewindslieden zijn omstandig geïnformeerd over de ervaringen van deze eerste studenten die Suriname na tientallen jaren weer in Rusland heeft.